Het Britse koningshuis kwam in opspraak nadat prins Andrew, de tweede zoon van Queen Elizabeth, beschuldigd werd van seksueel misbruik. Een Australische vrouw zegt dat hij ruim 20 jaar geleden haar misbruikt zou hebben. Ze was toen minderjarig. Prins Andrew doet er alles aan om een rechtszaak te vermijden, maar dat lijkt onmogelijk. Hoe kijkt Royalty Watcher Brigitte Balfort naar dit proces? Brigitte Balfort, ik kan me inbeelden dat als Royalty Watcher jij ook wel geïnteresseerd bent in het hele proces van Andrew, de zoon van Queen Elizabeth in Engeland. Volg jij het op de voet? Ik kan niet zeggen dat ik het proces Andrew nog op de voet volg, want het is gewoon niet meer op de voet te volgen. Er verandert elke dag wel iets, maar in grote lijnen zie je ja, toch wel dit gebeuren, dat de Queen op de vooravond van haar 70ste jubileum echt wel ja, formeel moet afstand nemen van haar lievelingszoon. En dat op zich vind ik eigenlijk al zo'n tragisch feit, dat deze dame die altijd een toonbeeld van ijver en van deugdzaamheid geweest is. Maar aan de andere kant, omdat ze zich zo hard in het werk altijd heeft gestort, te weinig tijd heeft gehad om zich echt met haar kinderen bezig te houden. En dat is een beetje het gevolg. En dat weet zij ook. Dus het is, ze zal afstand nemen van Andrew, ze kan niet anders. Maar los van het schandaal vind ik het eigenlijk ook een tragische gebeurtenis. Ja, en Queen Elizabeth heeft hem al een aantal zaken afgenomen. Zijn eretitel, zijn aanspreektitel. Denk jij dat ze daar nog verder in zou gaan wanneer het echt tot een proces komt? Erger kan het eigenlijk niet meer zijn voor prins Andrew. Zijn moeder heeft, ja, het was van moeten eigenlijk, zijn officiële titels moeten afnemen. Maar eerder hebben zijn broers en zijn zus al gezegd dat hij absoluut niet meer welkom is op gelijk welke bijeenkomst. Niet van de familie of andere bijeenkomsten van de koninklijke familie. Hij is echt een paria geworden van de familie. Dat moet heel erg zijn voor hem. Want ik kan mij inbeelden, een man die zo in weelde is opgevoed en toch altijd voor een groot stuk de geneugten van het prinsdom heeft kunnen genieten, dat het dit heel hard in zijn gezicht komt. En hij probeert natuurlijk het proces af te houden. Hij heeft al een aantal, via zijn advocaat, een aantal middelen ingezet om dat zo ver mogelijk van zich weg te duwen. Denk jij dat hij er nog aan zal kunnen ontkomen op een of andere manier? Het proces is al vreemd op zich. In de Verenigde Staten wordt dan het proces gevoerd tussen een Britse prins en een Australische vrouw, want dat is het eigenlijk. Geen van beiden hebben banden met de Verenigde Staten. Maar het is nu eenmaal inderdaad gebeurd in de navolging van het Epstein-schandaal. Eigenlijk kun je je afvragen, wat doet dit proces in de Verenigde Staten? Want het gaat over een affaire tussen een Britse prins en een Australische vrouw. Nu, het is natuurlijk een proces in de nasleep van heel het Epstein-schandaal. En we weten dat de Amerikanen, die smullen alles wat koninklijk is. En zeker die smullen alles wat Brits koninklijk nieuws betreft. Dus daar zal met heel veel aandacht naar gekeken worden. Prins Andrew is nu al zover. Er is hem heel veel ontnomen. Het enige wat hij nu kan doen is voortgaan op dit en hopen dat het voor hem toch allemaal een beetje meevalt.